Zo, wat hebben we hier? Een brief van Freske. De scene nu is heel erg cliché. Iedereen wil money, ja. Money in een briefcase. Niet als een munt, maar in de vorm van een briefcase. En daarom schrijf ik jou nou deze briefcase. De laatste tijd zit ik gedwongen aan de dieet. We zullen eten dat mensen gaan zeggen dieet. Twee cellies met abonnementen, geen prepaid. Eén zakelijke, de andere privé. Bedoel het niet onbeleefd, maar deze jongen heeft hard gewerkt en merkt dat hij nog steeds met honger leeft. Ik heb een meid leren kennen die Yvonne heet. Ze is bijzonder heet, slim en heeft een bolle reet. Ik vind dat leuk en ik wil haar vragen om een date. Maar ik heb geen euro's in mijn zakken. Verdomme Kees, lees mijn brief. Ik ben de shit, maar mensen weten niet. Ik zie de hele scene, het maakt me depressief. Als ik die faken zie, denk ik leuke melodie. Leuke flow, vrede beat. Maar die shit is make believe, terwijl ik nog steeds verlies. Wil ik winnen als ze winnen het beschrijft. Ik wil winnen zonder strijd. Rappers spitten domme lijns, maar domme rijms. Worden rappers goede rappers omdat ik begin zonder wijs. Ik heb nimmer ongelijk en neem geen blad voor de mond. En het maakt me geen reet uit of je lacht of je front. Ik heb mijn hart op mijn tong, ik ben zo hard als beton. En daarom haat de rappers, maar ik zeg ze zak in de stront. Eindhoven houdt van Frisco, eentje wacht op mijn komst. Wanneer scoort hij nou een hit? Het is zo makkelijk om een hit te scoren. Ondertussen breng ik hitte voor je. Rappers willen bij de frisse horen, zodra ze de frisse horen. Ze horen de flow en delivery van me. Dus willen die mannen met mij voor credibility hangen. We speel geen tijd aan die silly gevallen. Ik heb een lege boer, een Antilliaanse William Wallace. Maar back to the point, ik word gestrest van die zooi. Rappers en leugenaars en luisteraars beseffen het nooit. Sinds rap en Bori zie ik over Bori rappende boys. En iedereen gelooft ze, want ze zeggen het mooi. En cash is de prooi, het heeft niks meer te maken met echtheid. Rappers worden famous en ze raken respect kwijt. Wie neukt de meeste bitches, maak het een wedstrijd. Geld is de reden dat iedereen graag over seks schrijft. Waar gaat het over? Luister Kees, ik zie ze cake verdienen. Rappers chasen brieven terwijl ze de hele game verzieken. Ik zet mijn hart in elke track en velen geven liefde. Maar niemand geeft me doekoe, ik maak nog geen verdiensten. Mijn moeder heeft een vriendje, waar ze bij is ingetrokken. En de kerel heeft een kleine zwak voor heroïne. En mama, mama komt er elke dag weer achter en zegt het dan tegen mij. En dan zeg ik dat verrast me. Dan zegt ze ja of niet, dan zeg ik hoe kan dat verrassen. Dat gaat al jaren zo, ben niet verrast, het was sarcasme. What the fuck zit jij nog af te wachten? Er blijft niks meer over na de vaste lasten. Pampers en boodschappen tassen. Ik lig aan achterwakken, staren naar mijn fucking wekker. Is dit mijn leven? Ik kan niet aan die gedachten wennen. Ik wil stappen zetten Kees, ik wil die flappen tellen. Hard gewerkt, wil vooruit, maar alles zit me af te remmen. Ik heb zin om hard te rennen, wil een ander pad verkennen. Maar het pad van nu is ook het pad dat deze stappen lemmen. Ik zal je wat vertellen, ik moet zoveel doen wat ik niet wil doen. Ik kan niet eens doen wat ik wil doen. Rappers maken veel poer, zit het op een luie reet. Recyclen shit alsof je doodoo uit je luier eet. Ze hergebruiken steeds dezelfde praatjes. Die poesies houden van lullen, maar praatjes vullen geen gaatjes. Want gaat het niet over doekoe, dan gaat het over die smaatjes. En gaat het niet over smaatjes, dan gaat het over de straten. Maar ik heb genoeg van deze scene, soms denk ik laat het maar. Daarom deze brief naar Nederlandse grootste platenbaas. Nou, weet je wat, Freske? Die gaat dus mooi de prullenbak in.